Als alles goed is, gaat het telefoon over bij wereldkampioen Wout van Aert in het veldrijden. Hallo Wout van Aert. Goedemorgen Wout van Aert, Björn en Tess en Matthias, Joe FM. Goedemorgen. Dikke proficiat. Merci. Ik ben net als Brit, dus bedankt. Moeten wij eerst zeggen goedemorgen? Ja, eigenlijk wel. Ik wil me eigenlijk echt wakker, maar geen probleem. Ben je nog in de carré? Nee, je bent al vertrokken. Nee, ik ben thuis geraakt. Hoe laat was het, Wout? Ik heb nog een paar uur geslapen, dus het niet echt. Het was een hele lange dag en we waren niet mee met energie om er een heel stevig nestje van te maken, maar dat was wel plezant. Maar je had het gezegd, en je ging met Niels Albert, dat is ook iemand die altijd braaf op tijd in zijn bed ligt. Hè? Nee? Ja, tuurlijk. Ik had een goede gids mee. En drinken maar... doen jullie niet, hè? Nee. Zeg maar, is de Niels dan ook tot in de carré gefietst? Want die ging gisteren toch vanuit Zolder nog naar Lille fietsen? Nee, hij is tot in Lille effectief gereden, samen met een mechanieker. En dan hebben we eerst de festiviteiten in Lille mee in gang gezet. Dat was heel veel volk en dat was al heel plezant. En daarna zijn we eigenlijk afgezakt naar Willebroek. Maar dat was te ver met de fiets. Ja, je had het gezegd, een geweldig seizoen heb je erop zitten, Wout. En dan natuurlijk de titel, de wereldkampioen worden. En dan mocht er de riem dan een keer af. Wat is jou van gisteren bijgebleven? Want je bent waarschijnlijk in een emotieroes gekomen van hier tot in boek toe. Hè? Ja, ik heb eigenlijk merk dat natuurlijk nog niet veel tijd gehad om echt er rustig bij na te denken. Maar ik denk dat ik inderdaad met die chaotische bedoeling eigenlijk dat het toch is, gewoon dat mijn verhaal gaat bijblijven. Dat is moeilijk uit te leggen wat er ineens allemaal op je afkomt. En vooral die laatste ronde, dan stijgt de spanning bij jezelf ook. En als je het dan zo kunt afmaken, daar ben ik enorm trots op en dat geeft echt heel veel voldoening. Ja, zeg, wat dacht je eigenlijk toen die voet van Mathieu van der Poel in je wiel bleef steken? Ja, dat was heel ambetant op die moment, want als we daar lang hadden stilgestaan, was de koers allebei over. Dus ik wou eigenlijk zo rustig mogelijk blijven om zo snel mogelijk allebei verder te kunnen. En ik ben blij dat ik daar vooral de rust bewaard heb, want als we daar nog meer seconden hadden verloren, dan had ik geen kans meer gehad om terug te komen. En moet je vandaag, wat staat er vandaag op het programma? Moet je al opnieuw gaan trainen of is het een rustdagje nu? Het zou eigenlijk een rustdagje moeten zijn, maar ik heb nog een paar verplichtingen. Ik heb straks een persconferentie in Anderlecht met onze sponsor Krelen. En vanavond nog een tv-show, denk ik. Dus ik ga proberen tussendoor even rustig aan te kunnen doen, maar dat gaat vandaag niet lukken, denk ik. Ja, maar zeg, ik denk Wout dat vandaag inderdaad wel weer een dag is dat jij overal waar je komt een dik applaus krijgt waar je binnenkomt. Maar we moeten natuurlijk hier als Joe FM ook eens echt jou iets cadeau doen. En we dachten, vandaag staat de DJ van het veldrijden in de krant. En die zegt, er zijn een aantal platen die het in het wielercross heel goed doen. En volgens mij hebben die mannen dat ook bij het trainen in hun oortjes. Ik ga jou de 5 platen laten horen die man blijkbaar altijd draait, iedere veldcross. En dan mag jij zeggen welke we volledig gaan draaien, speciaal voor jou en je team. Is het goed? Oké, perfect. Voilà, dit is de eerste. Schijnt het altijd goed te doen, vooral bij zatte menigten. Of deze. Als de nacht verdwijnt van Jantje Smit. En je kent hem wel, als de nacht verdwijnt. En dat is... van Christophe of Neil Diamond. Maakt niet echt uit. Bovenop de berg, ja, daar staat een kleine dwerg met een rood kabouter. Bovenop de berg is er ook zo eentje. En de laatste die de DJ meegeeft is deze hier. Cowboys en Indianen van de Dikdakkers. Ik ken dat niet. Kom pak je lasso maar. Ja. Dus met welke plaat wil jij vandaag wakker worden? Aan jou de keuze. Doe mij maar Jantje Smit. Jantje Smit. Het was te denken, hè. Dat is hem. Maar is het wakker worden of gewoon terug gaan slapen, Wout? Nee. Ik denk dat ik nog een paar telefoons ga krijgen nu naar jullie. Dus ik ga proberen even koffie te zetten en wakker te blazen. Oké, zeg je niet ervan. Hier is Jantje Smit speciaal voor jou en nog eens een dikke proficiat, hè? Oké, merci.